Ja, goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuw webinar. Het is 11 uur, dus we kunnen gaan beginnen. Er zitten al deelnemers in. Ik wacht zoals altijd nog even 2 minuutjes voor de laatkomers. Ik merk nog altijd dat er op het laatste moment nog een paar mensen bijkomen. En dan 11:02 begin ik, denk ik echt. Goedemorgen. Ik zie hier een aantal bekende namen. Ik hoop dat iedereen er weer klaar voor zit. Iedereen heeft wat lekkers te drinken bij zich misschien. Een kopje koffie of iets van water. Ik heb zelf water klaar staan. Omdat ik mijn keel moet spoelen zo af en toe. En we gaan het vandaag hebben over hoe je een intelligent SharePoint intranet maakt in 1 dag. En ik ga ook laten zien hoe je dat in 1 seconde kan doen. Maar dat later. Alvast even een cliffhanger voor jullie. Er komen nog een paar deelnemers komen er binnen. Het is toch het academische 2 minuten die we elke webinar hebben. Dus ik wil niet te vroeg starten. Ilko, ja, die is benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. We gaan het allemaal laten zien. Ik heb zo meteen eerst ook nog even 2 vragen waar jullie zelf staan qua internet. Dat helpt mij misschien in mijn verhaal. En ik ga mijn scherm delen. Dus ik ga ook echt dingen laten zien hoe je dat doet in SharePoint Online. En ik hoop dat weer goed gaat. Dat verschilt altijd een beetje per keer qua technologie en de internetverbinding. Het is bij mij 10:52. Ik heb beloofd om dan te beginnen. Dus laten we van start gaan. Voor wie mij nog niet kent, ik ben Freek Terpstra, werk bij Rapid Circle. Ik werk daar nu zo'n 5 jaar. Rapid Circle bestaat 11 jaar, daar kan ik zo meteen wat meer over vertellen. Ik ben business consultant en help veel organisaties met de inrichting van Office 365 en de migratie daar naartoe. Nou, wie is Rapid Circle? Voor wie het niet weet, wij zijn een Microsoft partner. Dus wij helpen organisaties naar de Microsoft Cloud, zowel het inrichten van de Microsoft Cloud als de migratie daar naartoe. Wij doen dat goed, dus daarom zijn wij Worldwide Microsoft Partner of the Year geworden. We zijn op 6 gebieden zijn we Microsoft Gold Partner. We zitten in het Microsoft Fast Track Netwerk. Dat betekent dat wij vanuit het Fast Track Netwerk van Microsoft organisaties kunnen helpen met de implementatie. Bijvoorbeeld Exchange Migratie of FileShare Migratie of dat soort zaken. Het Fast Track Netwerk is een kennisplatform van Microsoft die partners en klanten zelf, organisaties zelf in staat stelt om veel migraties uit te voeren. En dat wij zijn een van de 3 Microsoft partners die dat in Nederland mogen doen. En we zijn een snel groeiend bedrijf. We groeien elk jaar verder. We zitten nu op rond de 200 medewerkers internationaal. En daarom zijn we 2 keer op rij genomineerd voor de FD Gazelle. We zitten in Nederland, in Amsterdam, in Pune, in India en in Melbourne in Australië. En wat ik zeg, ongeveer 200 medewerkers. En ik zit dus in het Nederlandse team en wij bedienen Nederlandse bedrijven en internationale bedrijven. Nou, wat doen wij dan zoal? Wij helpen organisaties onboarden naar de Microsoft Cloud. Dus dat betekent het inrichten van de Microsoft Cloud en de migratie naar die Microsoft Cloud. Vervolgens beheren wij en optimaliseren wij ook die Microsoft Cloud. Dus zorgen ervoor dat het goed en soepel blijft draaien en dat we eventuele problemen vooraf al kunnen ondervangen. We helpen organisaties met innovatie van processen, van werkplekken en businesses. Dus we kijken naar wat voor werkstromen zijn er, hoe werken mensen samen en hoe kunnen we daarmee mee helpen. En als laatste change management, dus hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers er ook goed gebruik van gaan maken. Dus wat voor tools hebben zij nodig om dat wat wij hebben ingericht ook optimaal te kunnen gebruiken. Nou, voor welke organisaties doen we dit zoal? Nou, wat ik net al zei, voor internationale bedrijven. Voor Shell doen we bijvoorbeeld heel veel, maar ook bouwbedrijven zoals Volker Wessels en Mammoet. Maar ook commerciële bedrijven zoals Heineken of Transavia, Nationale Nederlanden. Bij Nationale Nederlanden hebben we onlangs een intranet opgeleverd, zoals ik dat zo meteen ga laten zien. We werken voor Yokokawa, dus nou, voor verschillende internationale commerciële bedrijven. Maar onze grootste focus ligt op zorg. We werken voor alle UMC's. In Nederland, dus alle ziekenhuizen, UMC-ziekenhuizen, voor reguliere ziekenhuizen zoals Gelre en voor zorgorganisaties zoals GGZ Centraal, Intracontour, Paameier, Parnassia. En daarnaast hebben we nog hogescholen en universiteiten waarvoor we werken. Om een paar te noemen, Universiteit van Eindhoven en hier staat de Universiteit van Amsterdam.
hogeschoolleider, de HVA. Dus daar, die helpen we ook naar de Microsoft Cloud. De presentatie ga ik nu met jullie delen. Dus even kijken hoe handout. Hey. Dat is gek. Nou kan ik wat meteen delen. Kijk waar die staat. Oh, hier. Share now. Oké, de handout is nu te downloaden. Dus in de handout sectie. Ik zie dat jullie hem kunnen vinden. Hij wordt nu gedownload. Heel goed. Ondertussen heb ik dan even een vraag aan jullie. En de vraag is, dan moet ik die er even bij pakken. Hebben jullie op dit moment al een intranet op basis van SharePoint of medewerkersportaal? Of het heeft even verschillende namen en titels. Sommigen hebben het over internet, sommigen hebben het over een medewerkersportaal. Cloud werkplek of digitale workplace. Het heeft allemaal verschillende termen. Voor nu heb ik het maar even simpel gehouden, een intranet. En hebben jullie dat? Ja of niet? Ja of nee? En als je het hebt, heb je het dan in SharePoint Classic of in SharePoint Modern? En als je het niet hebt, heb je het dan in een ander systeem of heb je het helemaal niet? Dat is op dit moment even de vraag. We zijn met een klein clubje. We zitten op acht mensen. Nou, ik zie dat eentje heeft het in Modern. Drie hebben het niet in, hebben het in een ander systeem. En twee hebben nog geen internet. Eentje heeft het in Classic en eentje heeft het in Modern, moet ik zeggen. Ben ik wel benieuwd naar wie waar. Maar dat gaan we misschien vanzelf achterkomen. Maar ik zeg, we hebben een kleine club. Dus stel je vragen in de chat als je ze hebt. Ik pak ze op. Dan de vervolgvraag. Ben je bekend met de mogelijkheden van Modern Pages in SharePoint Online? Dat vind ik ook wel een interessante. Die zal ik ook even online zetten. Dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen precies weet waar we dat over hebben. Maar je hebt SharePoint Online. Daarin kan je intranetten bouwen. En ik denk dat 2 jaar geleden ongeveer kwam Microsoft met Modern Pages. Dat is een andere framework hoe je kan werken binnen SharePoint. Dus daarvoor had je zoals dat nu heet Classic. Dus dat is nog de oude SharePoint hoe je daarmee werkt. Daar kon je heel veel in bouwen. Kon je heel veel maatwerk in maken. Hebben ook heel veel organisaties gedaan. Zeker on-premise. Dat had dus heel veel voordelen, want je kon het echt helemaal naar je eigen stijl kon je er maken. En ook echt helemaal de branding, maar dat had ook nadelen. Namelijk dat elke migratie dat voor heel veel problemen verzorgde. Microsoft heeft dus 2 jaar geleden dat geüpdate naar de Modern Pages, zoals ze dat zelf noemen. En dat heeft als nadeel dus dat het meer rigide is. Dus dat je minder kan bepalen wat je aanpast. Maar het heeft dus weer als voordelen dat je nooit meer migratie hebt. Dat het altijd blijft werken. Dat het volledig responsive is. En dat het echt click and play is. Dus dat het echt heel eenvoudig is om er een intranet in te maken. Maar je moet dus wat concessies doen in hoe het eruit ziet. Nou, ik zie dat er eentje heeft er al ervaring mee en vier niet. Voor degene die er ervaring in heeft. Ik ga er redelijk de basics laten zien. Dus ik ben benieuwd of je er hoeveel waarde je eruit haalt. Maar blijf gewoon aanwezig. Stel vragen als je een verdiepingsvraag hebt en help ook mee als je denkt van, oh ja, maar wat ik nog interessant weet om te melden is dit of dit. Je bent altijd vrij om in de chat dat aan te geven. Ik zie dat nog een paar mensen bij zijn gekomen. Welkom, voor die als laatste binnen zijn gekomen. Ik kan het niet goed zien. Rapid Circle is van oorsprong toen we 10 jaar geleden startten. Vooral een content collaboration organisatie. Dus wij deden heel veel op SharePoint. We hebben heel veel SharePoint sites ontwikkeld voor organisaties. Veel van intranetten op SharePoint ontwikkeld voor organisaties. We hebben heel veel maatwerk gemaakt in SharePoint. Ook hele communities. En eigenlijk een eigen Yammer hebben we ooit in het begin gebouwd. En eigenlijk elke keer zodra we iets af hadden. Zodra we zoiets hadden van nou, dit is echt een mooi intranet. Of dit is echt een mooi product. Kwam Microsoft met een update waarmee ze het zelf hadden. Dus, dus we zijn daar nu heel erg terughoudend in om zelf te ontwikkelen op SharePoint of op Office 365 in nieuwe producten. Omdat Microsoft's ontwikkelcycli zo ongelooflijk hard gaat dat je dat als organisatie bijna niet kan bijhouden. Dus liever maken we gebruik van zoveel mogelijk standaard en voegen we hele kleine componenten toe die Microsoft niet heeft en waarvan we... Ja, bijna zeker weten dat Microsoft het of nooit gaat maken, of dat het ons heel weinig tijd en energie kost om het te maken. En dat laat deze grafiek zien, dat als je kijkt naar een traditioneel intranetproduct, dat als je kijkt naar de ontwikkelingen daarvan,
kan even niet een paar noemen, maar je hebt verschillende internetproducten die je vanaf de markt dan kan nemen. En als je kijkt naar hoe die zich ontwikkelen, dan stagneert die een beetje. Op een gegeven moment heb je alle wensen en eisen heb je wel vervuld in je product. En Microsoft die ontwikkelt hun intranetmiddelen die ze kunnen aanbieden in Office 365 echt heel snel. Afgelopen 2 jaar zijn er heel veel ontwikkelingen in geweest en heel veel dingen aan toegevoegd. En je ziet dat ze die lijn doorzetten en dat er meer integratie komt tussen andere producten. Dat ze heel veel dingen aan het toevoegen zijn. Als je kijkt naar hoe rijk Teams is en wat daar allemaal mee kan. En als je kijkt naar Flow en Power Apps. Zie je dus dat die SharePoint of het intranetproduct van Office 365 zichzelf echt heel snel ontwikkelt en verbetert. En dat ze dus qua functionaliteit veel traditionele intranetten voorbij streven. Is dan mijn verhaal vandaag, je moet per se een intranet maken op SharePoint? Nou, niet per se. Ik wil hier nergens toe dwingen. Ik denk dat er hele goede intranetproducten op de markt zijn die je kan afnemen. En er zijn ook hele logische redenen om een standaard intranetproduct te nemen, bijvoorbeeld omdat het er heel mooi uitziet, of omdat het heel goed werkt, of omdat ze hele mooie apps hebben, of omdat het precies past bij de scenario's die binnen jouw organisatie van toepassing zijn, of omdat je hele vergaande wensen hebt op integraties met andere platformen of applicaties en die leverancier kan dat toevallig gewoon heel goed. Dan is het allemaal prima om dat intranetproduct af te nemen, daar hoor je mij niet over. Wat ik vandaag wil laten zien is hoe je heel eenvoudig en heel snel en heel makkelijk een intranet kan bouwen binnen SharePoint. Met als voordelen, ik weet eventjes niet helemaal of die voordelen, ja, die staan hier. Met als voordeel dat je er al voor betaalt. Dus je betaalt niet extra voor je intranet, want de licenties zitten al in je Office 365. Dus je hoeft er niet extra voor te betalen. Je betaalt eigenlijk alleen voor de implementatie. En ik denk dat we een paar jaar geleden hebben we echt voor grote internationale bedrijven hebben intranetten ontwikkeld op SharePoint. En die hebben wel in sommige gevallen zelfs rond de €100.000 gekost om het te maken. En ik ga je zo meteen laten zien hoe je een vergelijkbaar intranetmodel in een paar uur in elkaar kan klikken. Dus dat is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met wat we toen maakten. Maar je ziet dat ook de implementatiekosten daarvan dus inderdaad veel minder zijn geworden en dat je als organisatie ook steeds veel meer zelf kan. Ik ga het zo meteen even laten zien. Dus dat is een voordeel. Je hebt geen opslag, je hebt geen storage, je hebt geen server nodig, geen extra licenties. Een ander groot voordeel is dat alles in één AD-omgeving zit, of AAD, Azure Active Directory. Omdat het intranet op SharePoint draait, maakt hij gebruik van alles wat er al binnen Office 365 aanwezig is. Dus ook het profiel die op Office 365 aanwezig is. Dus het is heel makkelijk om profielen te koppelen aan dat intranet en daarop door te klikken als gebruiker. En je krijgt volledig alle informatie die binnen Office 365 beschikbaar is te zien. Daarnaast heb je dus maximale integratie met alles wat er binnen Office 365 aanwezig is. Dus je kan heel makkelijk content uit andere bronnen van binnen Office 365 tonen, weergeven, wegschrijven. Dus je hebt heel veel API's tot je beschikking. Het is ook mogelijk om met andere systemen te koppelen. Bijvoorbeeld een topdesk. Je kan ervoor zorgen dat tickets uit topdesk zichtbaar worden op het intranet. Of je kan data visualiseren via Power BI. Die data kan dan uit andere systemen komen. Dus je kan heel veel informatie uit andere systemen weergeven op dat intranet. Nou, wat ik net al zei, Microsoft is dat SharePoint heel erg aan het uitbreiden. Dus je kan je voorstellen dat er kan nu al heel veel, maar dat de komende jaren nog veel meer mogelijk wordt. We zijn ook bezig met 3D-modellen om te maken. Dus de mogelijkheden worden eindeloos. Ja, het automatisch is alles wat je in SharePoint maakt als intranet is responsive. Dus we hebben een heel strikt framework ontwikkeld waar je binnen moet blijven en waar je niet buiten kan komen. En dat geeft wat nadelen. Al heb je wel heel veel mogelijkheden. Maar het voordeel is dat het bij default responsive is. Dus het maakt niet uit op wat voor een device je kijkt. Je intranet wordt goed weergegeven. En Microsoft heeft een standaard SharePoint app waarin je het intranet kan laten tonen. Dus je hoeft ook niet een aparte app te ontwikkelen. Je maakt gewoon een SharePoint intranet binnen SharePoint. En vervolgens heb je ook meteen een app die je aan alle medewerkers kan geven. Dus er zijn wel een aantal voordelen die het hebben om het op het SharePoint platform te doen. Nou, wat ik net al zei, hè, je hebt de maximale integratie met Office 365. Dus wat ik al een keertje in een eerder webinar heb gezegd. Office 365 heeft heel veel verschillende producten. Alles draait op Azure in de servers van Microsoft. En alles is met elkaar verbonden via API's of kan je verbinden met API's. Dus daardoor is het heel eenvoudig om op een intranet bijvoorbeeld
zaken uit Power Apps of Power BI te laten zien. Of een koppeling te maken met Planner. Of filmpjes vanuit Stream te laten zien. Dus het is heel makkelijk om die content of die databronnen met elkaar te verbinden. En, en dat zal alleen nog maar meer worden. Ik heb het idee dat het nu nog bij sommige plekken nog wat meevalt hoeveel integraties ze hebben. Maar dat de komende jaren zal dat groots uitgebreid worden. Nou, waar bestaat een intranet nou eigenlijk uit? Hè? Wat ga je dan bouwen als je een intranet maakt? En dat we hebben de afgelopen 11 jaar heel veel intranetten gemaakt. En elke organisatie is uniek, dus elke organisatie wil zo zijn eigen mix. Maar als je een beetje door je oogharen wimpers kijkt en je zit een stap naar achter, dan zijn ze allemaal een beetje vergelijkbaar in basisopzet. Dus als je echt puur kijkt naar de basis, wat is een basisintranet en wat heeft een organisatie nodig, dan zijn dit een beetje de onderwerpen die wij het meeste tegenkomen. En daarnaast zie je dat organisaties specifieke wensen en eisen hebben. En als je dan kijkt naar de menustructuur, wat elke organisatie wel echt wil of nodig heeft, is een homepage natuurlijk, waar je op binnenkomt met een aantal onderdelen, daar kom ik zo meteen op. Een documentverzamelplek, dus een plek waar je documenten kan vinden. Dat kan decentraal zijn, hè. Dat kan zijn dat elke afdeling zijn eigen plekje krijgt. Bijvoorbeeld HR of communicatie of ICT. Die hebben een pagina waar ze die documenten verplaatsen. Maar wat we ook heel veel zien is dat er een serviceplein wordt ontwikkeld. Daar staan al de documenten, de medewerkers gaan daar naartoe om het te zien. En kunnen daar de informatie vinden. En de individuele afdelingen zorgen ervoor dat op die plek de juiste data staat. En de wie is wie, dat is een hele belangrijke natuurlijk. Dat horen we bij elke organisatie. Ja, wij willen gewoon weten welke mensen werken in onze organisatie. Hoe kunnen we ze benaderen en waar vinden we ze? Dat zijn eigenlijk de drie basisdingen. En daaromheen zitten nog heel veel andere zaken. Maar dit is wat elk intranet heeft. En als je dan kijkt naar die homepage, dan op die homepage is het belangrijk om bovenaan een menu te hebben. Dus een menu om naar andere onderdelen te gaan. Daar heb ik zo meteen nog een verhaal over. Nieuws is voor elke organisatie belangrijk. Elke organisatie wil nieuws kunnen plaatsen op een intranet. Een app launcher heb ik het genoemd. Organisaties willen heel graag dat je vanuit dat intranet of portaal naar andere applicaties kan gaan via single sign-on. Dus dat je daar je belangrijkste applicaties ziet. Ze vinden het belangrijk om interactie met de medewerkers mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door een Yammer-integratie, dat je met elkaar kan chatten en berichten kan delen. Heel veel organisaties zijn ook actief op social media. Dus die willen graag een Twitter-account bijvoorbeeld weergeven op het intranet. Zodat je kan zien wat heeft onze organisatie op Twitter gezegd. Of wat wordt er op Twitter over onze organisatie gezegd. Dat zijn bijvoorbeeld keuzes die je kan maken. En daarnaast dus koppeling naar specifieke applicaties en integratie met die specifieke applicaties. Dus dat zie je ook vaak, dat organisaties graag willen dat informatie uit andere applicaties wordt opgehaald en wordt weergegeven. En die laatste vind ik alweer een beetje meer specifiek gaan, omdat dat heel erg verschilt per intranet. Maar de wens om integraties met andere applicaties, dat is generiek. Dat heeft elke organisatie waar ik mee praat. Nou, hoe kan zo'n intranet ongeveer uitzien? Ik heb hier een screenshot, eigenlijk een mock-up die we hebben gemaakt voor een zorggroep. En hier zie je eigenlijk alles bij elkaar komen wat ik net heb genoemd. Dus je hebt op de homepage zie je het nieuws, gepersonaliseerd nieuws. Dus afhankelijk van je rol binnen de organisatie krijg je bepaald nieuws wel of niet te zien. Je ziet hier rechtsboven zie je de applicaties waar je naartoe kan gaan. Dus je kan op bijvoorbeeld op Cura klikken of op AFAS of op Kik. En als je daarop klikt, ga je meteen naar die applicatie toe. Je ziet hier een integratie met het HR-systeem. Dus je kan hier zien hoeveel uur je gewerkt hebt. Of hoeveel vrije dagen uren je nog hebt in je contract. Je kan je salarisstrook downloaden. In het midden zag je een Yammer-integratie. Dat valt bij mij een beetje weg. Waarbij je met elkaar kan chatten. En bijvoorbeeld een integratie met uw bezoekers gearriveerd. Dus je kan hier bezoekers aanmelden bij de receptie. En als iemand bij de receptie is aangekomen, krijg je daar een bericht van. En vervolgens integratie met Office 365. Bijvoorbeeld de sites waar je veel in werkt, de documenten waar je de laatste tijd aan gewerkt hebt. En een RSS-feed van het centrale publieke nieuws van de organisatie. Nou, dit is een redelijke basisopzet. Hier zie je eenzelfde van IAC die wij vorig jaar hebben opgeleverd. Dezelfde opbouw. Dus een grote mooie banner met een welkomstbericht. Gepersonaliseerd nieuws.
Alle applicaties waar je naartoe moet. In dit geval in een grid van 3x4. Nog meer nieuws. Agenda, dus welke belangrijke afspraken komen eraan. En de Twitter. Dus wat wordt er gezegd op Twitter over Royal IAC? Of nee, wat zegt Royal IAC op Twitter, moet ik zeggen. En onderin weer my sites, my documents en my news. Dus zo is deze bij hun opgebouwd. En hier zie je bijvoorbeeld het serviceplein waar ik het net over had. Als je kijkt naar veel organisaties, dan zie je dat elke organisatie die menubalk bovenin heel vol maakt. Dus je hebt elke afdeling wil een eigen plekje hebben. Elke afdeling wil communicatie of HR of marketing wil een pagina hebben waar ze content kunnen plaatsen. Je hebt een dienstencatalogus. Je hebt heel veel content wat je kwijt wil op een intranet. En je bent heel snel geneigd om voor al die content een aparte pagina te maken en die pagina weer in het menu te plaatsen, zodat je zeker weet dat mensen die kunnen vinden. Een gevolg daarvan is dat je een heel groot, zwaar menu krijgt. Dus je krijgt dan een aantal hoofdcategorieën en daaronder krijg je weer heel veel subcategorieën. Nou, Microsoft heeft daar het mega menu voor, dus dan hover je over een menu item heen en daar komt dan onder komen al die mogelijkheden. Dat werkt, alleen wij vinden dat niet intuïtief. Wat ons advies is, hou dat menu bovenin zo kort mogelijk, dus maximaal 4 of 5 items. En zet daar geen submenu's onder, want als je er eenmaal submenu's onder maakt, dan gaan heel veel mensen vragen of er nog meer submenu's onder kunnen. Iedereen maakt bedenk wel eens een nieuwe pagina die heel belangrijk is voor iedereen. En voor je het weet heb je echt hele grote menu's en raakt iedereen het eigenlijk weer kwijt waar ze moeten zijn. En we vergelijken het wel eens met een schoenenzaak. Een schoenenzaak zit ook niet in zijn vitrine alle schoenen neer die ze hebben en ook niet allemaal door elkaar door al die dozen leeg te gooien. Nee, ze zetten er 3 of 4 neer die er heel mooi en aantrekkelijk uitzien. En mensen die langslopen begrijpen dan wel dat ze daarachter nog meer mooie schoenen hebben die je kan bekijken. En zo moet een intranet eigenlijk ook zijn. Die homepage moet heel ruimtelijk zijn, heel groot zijn en wat teaser informatie hebben. En dat menu ook moet ook niet te vol zijn. Want je moet eigenlijk als medewerker verleid worden om op een knop te drukken en dat je daar dan weer meer informatie vindt. En dat is bijvoorbeeld op dit serviceplein. Zie je hier alle populaire documenten binnen de organisatie. Je kan naar hele specifieke applicaties gaan. En je kan naar verschillende categorieën gaan waar weer meer informatie achter zit. Dus in plaats van alles in een menu te plaatsen, maak je een landingspagina waarvan je zegt, nou, zoek je informatie over onze organisatie. Maakt niet uit wat voor informatie. Ga naar het serviceplein. En hier op categoriebasis staat alles wat je nodig hebt. Wil je iets weten over onze HR? Klik je op HR, vind je alles over HR. Wil je iets weten over Facility Department? Klik je daarop, vind je alles over die department. Het voordeel is dat alles bij elkaar gebundeld is. Dus iedereen weet, oké, als ik informatie nodig heb, ga ik niet naar die pagina, daar vind ik alles. En voor de mensen die content maken, weten ook, oké, als ik content gemaakt heb wat voor iedereen belangrijk is, zet ik het op die plek en kunnen mensen het vanzelf vinden. Dus ik kan hier nog veel meer over vertellen, maar vanwege de tijd hou ik hem even beperkt. Maar dat is mijn allergrootste tip. Maak die menustructuur niet te groot. Als er tussendoor vragen zijn, stel ze gerust. En als je echt inhoudelijke diepere vragen hebt, kunnen we er ook altijd nog later op terugkomen. Hè, om de tempo in de webinar er een beetje in te houden. En dan kan ik er later op terugkomen, bijvoorbeeld nog even met je te bellen, bijvoorbeeld samen met een collega. Ik wil nu een aantal dingen laten zien in een live omgeving. Dus ik kan de chat dan eventjes niet meer zien. Ik zal af en toe even teruggaan naar de chat om te kijken of jullie vragen stellen. Controleer zo meteen even of de beeld goed te zichtbaar is. En ik ga gewoon heel veel verschillende dingen laten zien. Ga er niet vanuit dat je zometeen meteen allemaal begrijpt hoe dat werkt, hoe je dat moet doen. En dat je zelf aan de slag kan, want daarvoor is een uur te kort. Maar ik ga wel even een aantal dingen laten zien hoe de structuur werkt en wat er mogelijk is. Zodat je daarmee verder kan als startpunt. En daarnaast zijn er heel veel YouTube filmpjes die erbij kunnen helpen. Of logischerwijs kan je een keertje met mij een telefoongesprek inboeken voor een half uur, waar ik je bijpraat. Ik wil mijn volledige scherm delen. En dan, als je het goed is, zie je nu mijn scherm. En dan is de tip rechtsbovenin staat een pijltje met een balk. En als je daarop klikt, dan gaat de chat weg. En er zijn twee pijltjes die uit elkaar wijzen. En als je daarop klikt, wordt het scherm groot. En dat helpt om mijn scherm beter te zien. Anders wordt alles heel priegelig en klein. Dat is de tip van de dag.
Kun je in de chat even laten zien, weten of jullie mijn scherm goed kunnen zien? Dan ga ik zo meteen heel even terugkijken of jullie daar dat kunnen. Dan ga ik even kijken waar we nu zijn. Prima, zegt Hans. Ja, yep, oké, dat is fijn. Oké, ik heb hier een heel simpel intranet gemaakt. Dus kijk niet naar de styling, opmaak en dat soort zaken. Maar wat ik gedaan heb, is bovenin heb je een navigatie. Kunnen we zo meteen nog aanpassen. In het midden heb je een nieuwssectie met een slider. Dus je kan, ik heb er wat nieuwsberichten van nu.nl ingezet. Dus hier staan de nieuwsberichten. Die applicaties waar je op kan klikken. Ik heb hier nu niks gedaan qua opmaken en hoe het eruit ziet. Maar even laten zien hoe dat eruit ziet. En dan heb je daaronder heb je nieuws. En aan de rechterkant heb je een grote balk met Twitterberichten. En die gaan in dit geval over Microsoft. En in het midden zou nu eigenlijk een Yammer-stream moeten zijn, maar omdat ik incognito ben ingelogd, pakt hij mijn Yammer niet. Anders had hij hier nu die Yammer-prop laten zien. Nou, om even kort, dit gaan we maken. En dit is heel snel gemaakt. Ik ga hem niet helemaal maken, maar ik ga wel laten zien hoe je dit doet en hoe je dingen kan aanpassen. En om te beginnen. Wat je als eerste doet, is dat je zegt: ik ga een nieuwe site aanmaken. En dan kies je voor een communication site. En als je een communication site aanmaakt, intranet demo, geef je hem een naam, hij krijgt automatisch een URL. Die URL kan je nog aanpassen. Je kan er een description mee geven. Je kan aangeven in welke taal wordt dit. Ik kan hem op Dutch zetten. Kijk hoe dat werkt, want ik zit op een Engelse omgeving. En de klik op maken. Oh, je kan hier trouwens links nog aangeven wat voor een design ik wil. Ik heb nu dus voor topic gekozen, maar ik had voor showcase of voor blank kunnen kiezen. Kijk ik ondertussen heel kort even of jullie al iets zeggen. Het is goed te zien. Oké, dat is fijn. Ja, ik heb nu op topics geklikt. Dat is dan wel grappig. Dan heeft hij meteen al voor je ingevuld met een template. Ik had eigenlijk op blank willen klikken. Maar het is op zich niet heel erg. Dan begin ik hiermee. Wat je hier nu ziet is dat hij automatisch al voor mij heeft ingevuld dat er nieuwsberichten bovenin komen te staan, dat hier nieuwsberichten komen te staan en dat hier gebeurtenissen komen te staan en dat hier onderin documenten komen te staan. Nou, hoe wordt zo'n pagina nou opgebouwd? Je kan hier rechts op bewerken klikken. Wordt de pagina in bewerken gezet. Nou, misschien dat ik toch, als ik te denken, toch even op nieuwe wil beginnen. Dat is iets rustiger. Even kijken of ik daar nog snel naartoe kan. SharePoint. Dan kan ik het iets duidelijker uitleggen. Ik begin heel even opnieuw. Create site. Communication site. Intranet 2. Die zit nu voor blank. Fijner. Ik zet hem nu op Dutch. Finish. Nou, je ziet hoe snel die hem aanmaakt. Dus heel even wachten. En daar is die. Wat ik nu heb gemaakt is een SharePoint intranet site die helemaal leeg is. Dus je ziet hier nu helemaal niks behalve de navigatie bovenin. Ik zie dit hierboven omdat ik admin ben. Dus ik zie nieuw, ik zie pagina details en ik zie bewerken. Een gewone gebruiker ziet dat allemaal niet. En als ik rechts op bewerken klik, dan kan ik zelf aangeven hoe wordt die intranet omgeving opgebouwd. En dat opbouw van die omgeving kan ik zelf invullen qua hoeveel kolommen wil ik hebben, hoeveel rijen wil ik hebben en wat moet er op elke rij komen. Dus ik kan hier links een sectie invullen en ik zeg nou ik wil beginnen met een twee koloms. En ik ga even een heel erg hypothetische maken, niet per se mooi gemaakte. Dus ik zeg hier, ik wil hier bijvoorbeeld nieuwsbericht. Dus ik kan dan vervolgens in één zo'n sectie op het plusje klikken. En ik klik dan op bijvoorbeeld, kijk waar die staat, gebeurtenissen, nieuws. Nou, dan wordt hier de nieuwssectie aangegeven. Hij laat ook al meteen zien hoe die eruit komt te zien. En hij staat nu op dit moment ingevuld dat je al de nieuwsberichten onder elkaar ziet en met een kleine voorweergave. Dan staat hier links daarvan staat een pennetje. En als je daarop klikt, kan je deze sectie aanpassen. En dan kan je zeggen, nou, ik wil de nieuwsbron van deze site, of ik wil nieuwsbron van een andere site, of ik wil aanbevolen voor deze gebruiker. Dus dat gaat erom, waar haalt hij het nieuws vandaan? Haalt hij het nieuws uit deze omgeving? Haalt hij hem uit een andere omgeving?
Of haalt hij het uit alles en bepaalt hij zelf wat voor deze gebruiker relevant is. Dus dan dat maakt niet uit waar dat nieuws gemaakt is. Als op basis van de metrics bekend is dat deze informatie of deze gebruiker belangrijk is, dan wordt dat weergegeven. Vervolgens kun je ook aanpassen hoe wordt dit nieuws weergegeven. Dus wordt het allemaal naast elkaar of is het in een lijstje. Of wordt het met een topartikel en een lijstje ernaast. Dus dan heb je één groot uitgelicht artikel en een aantal artikelen ernaast. Of wordt die als hubnieuws weergegeven. Of wil je het als een carousel. En je ziet dat zodra je ergens op klikt, wordt die meteen aangepast. Dus je ziet meteen wat je doet. En als je een carousel doet of als je een van de andere kiest, dan kan je ook aangeven hoeveel berichten wil ik dan laten zien. Nou, ik laat hem op 4 staan. Dan heb je nog andere zaken die je kan invullen. Je kan nog wat filters invullen. Dan wil je dat hij bepaalde dingen wel laat zien of niet laat zien. Of wil je hem specificeren op doelgroep. Dus je kan ook zeggen, nou, alle zorgmedewerkers zien dit nieuws wel. En alle andere medewerkers zien het niet. Of andersom. Dus je kan zelf aangeven hoe moet het weergegeven worden. En je kan ook de volgorde van de nieuwsberichten weergeven. Dus je kan ook ervoor zorgen dat bepaalde nieuwsberichten langer in de slider blijven staan. Dus dat kan je dan vastpinnen. En ervoor zorgen dat die dus niet zomaar weggedrukt worden door ander nieuws. Nou, voor nu laat ik het even zo. Maar goed om er een keertje naar te kijken wat er allemaal mogelijk is. Nou, kan ik hiernaast nog een ander bericht plaatsen. Nou, bijvoorbeeld een groep gebeurtenissen, webpart. Nou, daar komen dan dus alle evenementen die de organisatie gepland heeft, worden hier neergezet. Nou, kan ik hier aangeven waar komen die nieuwsberichten vandaan? Hoe wordt het weergegeven als een compact of als filmstrip? Hoeveel worden er tegelijkertijd aangegeven? Welke datumbereik, welke categorie? Dus ook hierin kan je weer heel veel zaken in aanpassen. Je kan hem ook een titel geven, dus agenda, organisatie, agenda. En vervolgens kan je weer hieronder weer een nieuwe sectie aanmaken. Dus je kan zeggen, nou, wil ik bijvoorbeeld een 3-koloms maken. En wil ik rechts bijvoorbeeld een Twitter-account toevoegen. Dus ik begin hier rechts weer bij in het blokje begin ik met een plus. En ik begin met, even kijken waar die staat. Twitter toevoegen. Even weer configureren, dus at Microsoft, laat ik hem daar even laten staan. Je kan een kleur meegeven, scheidingslijnen meegeven. Zo kan je ervoor zorgen dat die wordt gevuld. Je ziet ook dat die meteen al gevuld wordt. In het midden kan ik bijvoorbeeld de Yammer stream weergeven. Dus dit wordt een blok met communicatie. Nou, kan je nog aangeven welke groep willen we laten weergeven. Of op basis van bepaalde trefwoorden of van een gebruiker of van een speciale gebruiker of startpagina, hoeveel gesprekken wil je weergeven. Dus je kan hem helemaal configureren zoals je wil. En als laatste, ik ben dus niet ingelogd met Yammer, anders zou je het zien. Als laatste zou je linker bijvoorbeeld een countdown kunnen neerzetten. Dus over zoveel uur gaan we live. Over xx uur gaan we live. Ik noem maar iets. En zo kan je hem dus verder opbouwen. Dus je kan elke keer een sectie eraan toevoegen. En je kan dan zelf aangeven hoeveel kolommen wil je hebben. En als je dan een kolom hebt gemaakt, dan kan je binnen die kolom aangeven wat wil ik daarin weergeven. Dus je kan zeggen, ik wil een bepaalde een stuk tekst. Of ik wil een afbeelding, of ik wil documenten laten zien. Of ik wil bijvoorbeeld een embedded code insluiten door bijvoorbeeld iets van een andere website te laten zien. Ik wil koppelingen toevoegen, ik wil agenda galerie laten zien, dus dan laat je heel veel verschillende afbeeldingen zien. Bing kaarten, dus Google Maps. Nou, wat kan je nog meer? Gebeurtenissen hebben laten zien, ik wil een bepaalde knop maken. Lijstjes uit SharePoint kan je weergeven, nieuws, je kan opvullen. Je kan video's vanuit Office 365 weergeven, een heel Power BI dashboard kan je weergeven. Je kan ook personen weergeven. Dat is misschien wel aardig om te laten zien. Wat heb je nog meer? Er zijn heel veel verschillende applicaties die je zo één op één erin kan zetten. En je kan dus ook iets van... Ik heb op Twitter geklikt. Je kan dus ook een YouTube-kanaal eraan toevoegen. Nou, ik heb nu per ongeluk op Twitter geklikt. Die kan je dan ook weer uithalen door op het prullenbakje te klikken. Dus zo kan je de hele pagina kan je opbouwen zoals je hem zelf wilt. Dan klik je op opnieuw publiceren. En zo zie je dat ik in een paar minuten tijd heb ik een homepage gemaakt. From scratch. En er zit nu nog geen content in, maar hij is al wel gevuld met verschillende blokken die je vervolgens weer kan vullen met content. En je kan dus ervoor zorgen met die nieuws dat het gepersonaliseerd is. Dat niet iedereen al het nieuws ziet. Nou, vervolgens kan je ook nog
het uiterlijk ervan wijzigen. Dus als je op uiterlijk wijzigen klikt, kan je op thema kiezen. Kan je alle kleurstellingen kan je aanpassen. Dus veel roder of veel groener of veel paarser. En die kan je ook zelf configureren. Dus dat gaat nu te ver om dat uit te leggen hoe je dat kan. Maar je kan zelf bepalen welke kleurstellingen je hebt. Dus wat wij vaak doen is ervoor zorgen dat alle kleurstellingen van de afdeling communicatie worden doorgevoerd. Dus dat, zodat automatisch alle knoppen en alle achtergrondplaatjes en alles het juiste thema hebben. Juiste kleurstellingen hebben. En zo kan je nog meer toevoegen. Dus je kan nog een voettekst toevoegen of afbeelding. Je kan de navigatie kan je aanpassen. En hier kan je dus inderdaad aangeven. Willen we een mega menu zoals we dat noemen. Of wil je het trapsgewijs. Dus als je een menu toevoegt met meerdere submenu's. Wat dus niet mijn advies is. Dan kan je dat hier aangeven hoe dat menu eruit moet zien. Je kan de toptekst aanpassen. Moet die standaard of compact zijn. En wat voor achtergrond moet die hebben. Dus je kan dat, je kan hier allemaal redelijk lichtzinnig, maar je kan hier dus de look en feel kan je aanpassen. En wat wij merken is, want we hebben dit voor zowel kleine organisaties als hele grote organisaties als Nationale Nederland en IAC, hebben dit gedaan. En je komt er eigenlijk altijd wel mee uit de voeten. Dat opslaan mislukte net, dus de wijzigingen zijn niet doorgevoerd, anders had je dat nu al gezien. Hij is sowieso heel erg traag vandaag. Dat is wel een beetje jammer. Even kijken of die goed wordt weergegeven. Kijk, ik kom ertussen even naar of jullie vragen hebben. Ik denk dat hij helemaal niks heeft opgeslagen. Dat is zonde. Ja, de vraag, even kijken hoor. De vraag is hoe je externe applicaties koppelingen in een blok zoals in een van de voorbeelden. Daar zijn verschillende opties voor. Wat wij wel doen, daar zijn verschillende opties voor. Dus wat je kan doen is dat je bijvoorbeeld de data inlaat in Office 365. Dus dat je zegt, nou, we hebben een bronsysteem. We exporteren dat via API naar een SharePoint-lijst. Nou, zodra het een SharePoint-lijst is, kan je er in principe weer alles mee doen wat je wil. Dus wat we dan doen is die SharePoint-lijst weergeven op het intranet. En dat je dan aangeeft, nou, we willen de top 3 laten zien. Of we willen de top 5 laten zien. Of we willen met een bepaalde metadata laten zien. Dus je kan dan eigenlijk zodra al die data in een lijstje staat, kan je er alles mee doen. En dan kan je er ook voor zorgen dat je de juiste opmaat krijgt. Ik denk dat de makkelijkste is. Je kan het natuurlijk ook publiceren naar Power BI. Dus je kan bepaalde data naar Power BI halen en dan het als Power BI weergeven. En je kan het ook in Power Apps bijvoorbeeld maken. Dus dat je ervoor zorgt dat het via een flow in Power Apps komt. En dat je de Power App toevoegt aan de homepage. Ik hoop dat dat zo duidelijk is. Als je daar nog extra vragen over hebt, laat het me weten. En als je echt heel erg diepzinnig wil weten hoe je dat precies doet. Dan kan ik je koppelen aan mijn collega Daniel McPherson. Die doet het regelmatig. En of andere collega's. Maar die kunnen precies vertellen wat de slimme trucs zijn om dit aan te pakken. Nou, je ziet dat hij hem wel opgeslagen heeft gelukkig. Zowel de kleurstellingen als de blokken. En die blokken kan je vervolgens gaan vullen. En nieuws kan je bijvoorbeeld vullen door... Als je rechten hebt om nieuws te maken, kan je hier op add klikken. En dan maak je een nieuwe post. Of je maakt hem aan de hand van de link. En dat heb ik gedaan met een nu.nl bericht. Dus als ik nu naar nu.nl ga. En ik klik gewoon op een link. Heel even wachten. En dan moet je dan maar even zien dat een publiekelijk nieuwsbericht van jullie is. Kijken of ik een beetje een neutraal nieuwsbericht kan pakken. Waarom je collega mist, dat lijkt me wel een hele interessante. Stel je voor, dit is een nieuwsbericht wat je heel graag wilt delen met je collega's. Dan kopieer je die link. Je gaat naar je nieuwssectie. Je zegt een nieuw nieuwsbericht maken, maar je zegt een nieuwsbericht maken aan de hand van een link. Je kopieert die link erin. Hij pakt meteen automatisch een plaatje, die kan je nog aanpassen uit het nieuwsbericht. Hij pakt automatisch de titel, die kan je ook nog aanpassen. Hij pakt meteen de descriptie en je zegt post. En 3 seconden later heb je een nieuwsbericht erop gezet. Heb je niks voor hoeven doen. Dus zo kan je heel eenvoudig van extern nieuws intern nieuws maken.
Je kan natuurlijk ook echt een nieuw nieuwsbericht maken. Dan klik je op nieuw nieuwsbericht. En dan kom je eigenlijk in dezelfde omgeving terecht als waar we net zaten. Dus dit is een nieuw nieuwsbericht. Hij geeft dan meteen aan wat voor nieuwsbericht wil je hebben. Dus je kan weer aan de hand van templates kan je een nieuwsbericht maken. Je kan ook zelf templates maken. Dus als je zegt, nou, wij als organisatie bouwen nieuwsberichten altijd op met een header, met een dik gedrukt, met een foto, en weer dun gedrukt en een video. Dan kan je dat alvast instellen. Nou, nieuwsbericht. En hier kan je dan vervolgens dat nieuwsbericht opmaken. En dat werkt op dezelfde manier. Dus ook hier weer kan je die secties toevoegen. Dus je kan zeggen, ik heb een one column of een two column. En ook daarin kan je dus weer, net zoals dat je op de homepage net kon, weer al die applicaties toevoegen. Dus ook in een nieuwsbericht kan je bijvoorbeeld events maken, of een highlights uit Yammer, of een conversation uit Yammer, of een countdown, of een button, of een YouTube filmpje, of personen. Dus dat nieuwsbericht hoeft niet per se statisch te zijn met tekst, foto en een filmpje. Maar je kan ook Twitter of stream of de wereldklok of het weer of recente documenten. Alles wat je kan gebruiken kan je inzetten in een nieuwsbericht. En vervolgens kan je zeggen op post. Je kan ook nog het achtergrondplaatje aanpassen. Qua tijd wil ik daar nu even overheen gaan. En zo snel heb je dus een nieuwsbericht gemaakt. En je ziet nu dus dat in die slider meteen de nieuwsbericht die ik zelf gemaakt heb en de nieuwsbericht van nu.nl zijn doorgevoerd. En zo gemakkelijk is het dus om nieuws toe te voegen. Nou, dat heb ik dus ook op die dienstenpagina gemaakt. Dus wat heb ik hier gedaan? Ik heb hier de nieuwsberichten gemaakt. Die lopen nieuwsberichten ook weer door elkaar heen qua van nu.nl en die ik zelf gemaakt heb. Deze met de honkballer heb ik zelf gemaakt. Ik heb vroeger op honkbal gezeten, dus dat is wel een leuk plaatje. Hier heb ik snelkoppelingen gemaakt. Ik kan even laten zien hoe ik dat gedaan heb. En hier heb ik tweets gemaakt, en dus een Twitter stream gemaakt. En hier heb ik een ander achtergrondkleurtje gegeven, zodat het wat aantrekkelijker uitziet. Zodat hij wat losgekoppeld is van de rest. Dus als ik deze pagina die ik eerder gemaakt heb even op bewerken zet, dan zie je alle verschillende componenten. En als ik dan op die koppelingen klik, want die is misschien wel leuk om even te laten zien. Dan kan ik hier op het pennetje klikken en dan kan ik hem hier aanpassen. En dan kan je hier aangeven hoe moeten die koppelingen weergegeven worden. Small, medium, large, extra large, fill up space. Ik heb gekozen voor de tells, maar je had dus ook kunnen kiezen voor de list of voor de buttons of voor het grid. Dus je kan kiezen en je ziet ook dus dat per ding wat je aanklikt, dat je weer nieuwe mogelijkheden krijgt in keuzes die je hebt. En zo kan je die aanpassen. En als je er linkjes aan toe wil voegen, dan zie je dat hier in het webpart zelf, als je hem in bewerken hebt staan, dus je zet hem in bewerken, dan kan je hier linkjes aan toevoegen. En wat je dan krijgt is, of het zijn interne linkjes, dus binnen SharePoint, of van een specifieke SharePoint site. Of bijvoorbeeld van een link van het intranet. Dus dat heb ik gedaan. Dus je kan dan gewoon een URL doorvoeren. En dan is de tip om even die HTTPS weg te halen. Want anders krijg je die dubbel. Die staat er ook boven. En dan kan je hem openen. En dan wordt die toegevoegd. En eventueel kan je nog een icoontje aanpassen. Dus hij pakt automatisch dit internet icoontje aan. Maar je kan dus ook kiezen voor een custom image. Dan kan je hem zelf uploaden. Of je kan kiezen uit een icoontje zelf. Want er zit een database in. Dus als je op change klikt. Kijk, dat duurt heel eventjes. Kijk, hier zijn allemaal icoontjes waar je uit kan kiezen. En dan selecteer je hem. Kijk of je hem niet pakt. Ja, hij gaat iets langzamer dan normaal. Nou, ik had een andere aangeklikt, dacht ik. Maar dat is prima. En dan kan ik weer op publish klikken en dan is die aangevuld. En nu zie je dat die erbij staat. Nu zie je dat die niet heel mooi uitlijnt, vooral omdat het er 7 zijn. Maar hier kan je dus mee spelen met hoeveel naast elkaar, hoeveel boven elkaar. En je kan dat allemaal zelf instellen. Dus zo kan je heel eenvoudig zelf een intranet maken. En ook deze kan ik natuurlijk weer aanpassen qua look en feel. Dus door rechtsboven op het tandwieltje te klikken en op change the look. Kan ik zelf aangeven hoe moet het thema eruit zien. En kan ik ervoor zorgen dat hij een andere kleur krijgt. En hij kan ook een andere kleur aan de bovenkant krijgen. En je kan dus zelf aangeven hoe dat eruit moet komen te zien. Nou, dan had ik nog over de
Over de navigatie bovenin. Hier zie je nu Home, Document, Spaces en Site Content. Dat is niet zo'n hele mooie navigatiemodel. Dus wat wij vaak doen is dat je op Edit klikt. En hier kan je die navigatie aanpassen. Dus je kan je kan dingen eruit gooien. Dus zeggen Remove. En je kan de dingen tussen gooien. Dus op het plusje te klikken kan je zeggen, nou, ik wil een directe koppeling naar nu.nl. Ik noem maar iets. Dus ik neem nu.nl. En het is een link. En dan klik je op OK. En Save. En dan zie je meteen dat die navigatie is aangepast. En zo kan je eigenlijk heel gemakkelijk en eenvoudig kan je een intranet maken. Ik ga even kijken of jullie ondertussen vragen hebben. Nee. Nou, mocht iets niet duidelijk zijn, dan kan me voorstellen dat ik voor sommigen best wel snel ga. Laat het mij even weten in de chat. Dat is geen enkel probleem. Of geef even aan dat je even een 1-op-1 met mij wilt dat we er langzamer erin gaan. Dat heb ik laatst ook voor Transavia gedaan. Dan kunnen we er wat nauwkeuriger naar kijken. Nou, even gezien de tijd. Zo kan je dus heel eenvoudig een intranet ontwikkelen. Als je het nog sneller wil doen, dan ga je naar lookbook.microsoft.com. Lookbook.microsoft.com. Ik zal hem even in de chat zetten ook. En daarin heeft Microsoft al verschillende templates voor je gemaakt. Dus een template gemaakt rondom leadership nieuws en events en engagement. Of nieuws, video en personalized content. Of announcements. Dus er zijn verschillende company en organization nieuws. Dus verschillende templates die ze gemaakt hebben. En wat je dan vervolgens kan doen is je klikt op een van die templates. En hij geeft dan ook aan welke webparts zijn er allemaal voor gebruikt om dit template te maken. En vervolgens klik je op Add to Tenant. En dan krijg je nog een paar vragen. Ondertussen gaat hij controleren of ik SharePoint admin rechten heb. Dat is een voorwaarde. Ik moet dus administratierechten, admin rechten hebben op de tenant. Ik kan de titel aanpassen. Nou, laat ik hem even Composo houden. Je kan aangeven op welke plek moet dit worden geplaatst. Klik je op Provision. En I kid you not, maar binnen een paar seconden is deze hele template, zoals ik die hier gezien heb, wordt die toegevoegd. Confirmed. En dan zou het allermooiste zijn als we nu naar SharePoint gaan, dat die er al meteen tussen staat. Nee, dat nog niet. De andere staan er al wel. Ik ga net demo nog één keer verversen. En anders dan, want ik heb gisteren heb ik hem al vast eentje gedaan. De perspective heb ik gisteren gedaan, die staat hier. En als je daarna kijkt, zie je dus dat hier al meteen het intranet op ingericht is. Verversen. Dus deze heb ik gisteren via die lookbook heb ik die toegevoegd. Ik heb daar niks aan gedaan. Ik hoop dat hij hem laat. Ja, daar komt hij. En je ziet meteen dat er een mooie menu bovenin is gemaakt. Dit langzame laden hoort niet te zijn, maar dat komt waarschijnlijk omdat het een demo-tenant is van Microsoft. Die gaat al wat trager. Dus wat je hier ziet is meteen het mega-menu zoals we dat besproken hebben. Dus hier zie je dus onder elk menu-item al die menu-items staan. Ja, ik vind dat niet ideaal. Ik zou het afadviseren zoals ik dat altijd zeg, maar het zit er wel in. Het kan. Dus ze hebben verschillende subpagina's meteen voor je gemaakt. Ze hebben nieuwsberichten al voor je geüpload. En ze hebben hier aan de zijkant hebben ze nieuwsberichten neergezet. My News, dus die is gespecialiseerd voor jou. Dus dit is allemaal organisatienieuws voor iedereen. En dit is specifiek voor jou. En dit is dan ook het weer in dit moment in Redmond. Dus op die manier kan je dus heel, heel gemakkelijk een intranet opbouwen. En je kan dus ook zien hoe doet Microsoft dat. Dus wat voor templates zijn. En zo'n template kan je dus implementeren. En kan je daarna zelf aanpassen naar je eigen wensen. Dus mijn advies is, kijk even naar de templates die Microsoft heeft. Implementeer er een paar op je omgeving. Kijk even wat je qua look en feel mooi vindt. Kijk even hoe je dat kan incorporeren naar je eigen omgeving. Of pak die als basis en ga daarmee mee verder. En begin ook echt zoals ik dat net heb gedaan, even eentje from scratch. En ga gewoon even dingen uitproberen. Ga gewoon verschillende webparts erop zetten en maken. Ga ook even stoeien met die styling van kleuren en dat soort zaken. En dan heb je al vrij snel een hele mooie mooi intranet.
Alle intranetten die wij op dit moment maken zijn allemaal gewoon standaard out of the box. Dus met andere woorden, we gebruiken echt alleen maar de middelen die hierin zitten. En voor hele specifieke dingen maken we voor specifieke klanten een specifieke kleine app. Die maken we dan in JavaScript en die komt er dan bij te staan. Dus dan als je zo'n blokje opent dat je een webpart kan toevoegen, dan staat onze RapidCircle applicatie staat er dan tussen die we dan kunnen toevoegen. Even kijken hoor. Ik heb twee vragen. Kun je kort aangeven hoe het autorisatiemodel van SharePoint Online werkt en tips om dit beheersbaar te houden? Kort aangeven kan ik dat denk ik niet. En ik moet dan ook denk ik iets meer begrip hebben van wat je vraag is. Maar ik denk, nu ik erover nadenk, dat je het hebt over adminrechten, beheersrechten, makersrechten en leesrechten. En die verdeling maken we vaak. Dus je maakt een intranetpagina en je zorgt ervoor dat er een paar mensen zijn beheerder. Dus die kunnen de pagina aanpassen, die kunnen dingen veranderen. Dus de opmaak van de omgeving kunnen ze aanpassen. Je hebt mensen die alleen content mogen maken, dus die zijn writers. En je hebt mensen die alleen mogen lezen, en dat zijn dus de lezers. En die rechten kan je inderdaad in SharePoint online inzetten. Het gaat me nu niet lukken om dat uitgebreid uit te leggen, maar Nick, als je dat interessant vindt, ik zou er ook even een mailtje over sturen, dan kan ik een koppel aan een collega voor die dat wel kan. Ik ga even kijken waar ik dat nu doe. We hebben daar Nick... model. Ik kopieer even hier de tekst. En dan hebben we nog een vraag, en die is van Arjan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De Leeuw. Waar staat deze template dan? Ik ben natuurlijk nu niet meer over welke template je het hebt, maar de template die ik als laatste toevoegde was van lookbook.microsoft.com. Die staat bovenaan in de chat. Wat hoger in de chat. En binnen SharePoint zelf hebben ze templates. Maar er zijn er meestal maar 3 of 4 die je kan gebruiken. En je kan dus zelf templates maken. Dus als je daar ook een vraag over hebt, Arjan, dan laat me even weten. Waar zit die neer binnen SharePoint? Dat weet ik persoonlijk zelf niet. Maar ik kan je wel even koppelen aan een collega die daar meer over weet. Arjan. Template. Want ik moet ook weer gaan afronden, want over 8 minuten zijn we er al weer doorheen. En ik moet echt, ik heb echt meteen een andere afspraak staan. Normaal gesproken doe ik dat niet. Maar nu komt het even niet anders. Tips die ik heb, begin klein. Dus wat ik veel zie is dat organisaties echt heel erg groot gaan optuigen en heel erg diep erover na gaan denken. En documenten volschrijven. Mijn tip is, maak gewoon een homepage. Maak een pagina met waar documenten bij elkaar komen. Maak een wie is wie. En begin eerst daar even mee. Want dan zul je zien dat je daar al heel veel mee kan winnen. Maak het dus niet te ingewikkeld. Zorg voor een rustige homepage. Ik zie ook heel veel organisaties die de hele homepage echt helemaal vol zetten met allemaal content. Niemand gaat daarnaar kijken. En hoe meer je erop zet, hoe minder ze daarnaar gaan kijken. Dus kies liever een paar hele goede dingen en zet die erop dan heel veel. De navigatie, ja, ik vind het persoonlijk echt veel beter om een eenvoudige navigatie te doen. Onze stelregel is maximaal 5 items in de navigatie bovenin. En geen subnavigatie, maar die wijzen naar specifieke pagina's waar vandaan medewerkers weer verder kunnen gaan. Want anders raken medewerkers echt het overzicht kwijt. Dus werk dus met landingspagina's. Personaliseer je homepage, dus op content. Zorg ervoor dus dat de medewerkers het nieuws zien wat voor hun echt relevant is. Zorg voor de juiste branding binnen de mogelijkheden die Office 365 biedt. Dus voeg je eigen kleurcodes toe. En geef de omgeving ruimte. Zorg ervoor dat het niet helemaal priegelig en volgezet wordt. En zet niet alles op heel klein. Denk ook aan alle medewerkers die op een telefoon of op een tablet werken. Die hebben grote knoppen nodig. Die hebben ruimte nodig. Die moeten kunnen scrollen zonder dat ze pongetjes aanklikken. Dus liever meer dan minder dan meer. Dat is mijn advies. Nou, hoe ga je hier nou mee verder? Nou, als je dan ondersteuning nodig hebt, want ik kan me voorstellen dat dit wat snel ging. Logischerwijs kan je heel veel YouTube-filmpjes hierover vinden, want er zijn heel veel trainingen in communication sites die heel goed uitleggen hoe het allemaal werkt en wat je ermee kan.
Maar wil je wat meer aan de hand genomen worden, mail mij dan voor een 1-op-1 gesprek of een inspiratiesessie. Want ik kan ook zo'nzelfde soort sessie als dit specifiek voor je organisatie doen. En dan kan ik even wat meer laten zien hoe het werkt en meer toegespitst op je organisatie. En er ook wat rustiger doorheen. Of dus een 1-op-1 gesprek, dan kun je in een half uur, kan ik je specifieke vragen beantwoorden. En als ik het niet kan, zorg ik ervoor dat er een andere collega beschikbaar is om die vragen te beantwoorden. Logischerwijs is onze hotline ook nog steeds beschikbaar, dus thuiswerken@rapidcircle.com of 0880566105. Is dat ook in de PowerPoint-presentatie, dan kan je een mailtje naartoe sturen. Dus heb je over dit onderwerp een vraag, laat het ons weten, dan pakken we dat op. Dan heb ik nog een laatste vraag aan jullie en dat is: wat vond je van dit webinar? Ik deel hem nu met jullie. Even kijken, er staat nu live. Wat vond je van dit webinar? Was het nuttig? Heb je er wat aan gehad? Nou, dat is voor het eerst dat ik een 1 krijg. Ik ben heel erg benieuwd degene die dat 1 ster heeft gegeven, wat ik daarin beter kan doen. Dus als je me dat wil mailen naar freak.terpstra@rapidcircle.com, dan hoort het graag. freak.terpstra@rapidcircle.com. Het kan natuurlijk zijn dat je alles al wist. Dat is logisch. Maar het kan ook zijn dat er iets anders is. Ik heb geen idee. Maar laat het mij weten, want dan kan ik daar mee verder. Gelukkig heeft de meeste mensen hebben er wat aan gehad. Bedankt voor alle aandacht. En bedankt voor de vragen. En ik zie jullie graag volgende keer weer terug. En dat is, donderdag is het natuurlijk hemelvaart. Dus we hebben deze week een beetje een rare week, want vrijdag is ook iedereen vrij. Dus volgende week dinsdag gaan we weer verder en dan gaan we naar optimale adoptie voor Microsoft Teams. Volgen deze tips. Dus dat is volgende week op de 26 mei uit mijn hoofd. Tenminste, dat staat hier, dan ga ik er nog vanuit dat dat klopt. En dan gaan we dus weer eens een keertje over Microsoft Teams hebben. Kijk, Ilko, ja, dat is mooi. Je zegt, je hebt net de keuze laten zien en kan dit meenemen als er weer een verzoek is om een intranet te bouwen. Precies. En je hoeft dus niet altijd een heel groot intranet te bouwen. Hè? We zien ook heel veel organisaties die soms één pagina maken of een subpagina maken. Hè? Voor een dienstencatalogus of rond een heel specifiek project of voor een bepaalde groep mensen die ergens willen samenwerken. Binnen Nationale Nederlanden worden er duizenden en duizenden mini-intranetjes gemaakt waar content onderling wordt gedeeld. Dus het hoeft niet één intranet voor iedereen te zijn, maar je kan op deze manier dus ook hele makkelijke sub-intranetjes maken rondom bepaalde thema's. Voor een zorgorganisatie bijvoorbeeld, rondom een bepaalde aandoening kan je een sub-intranetje maken. Dus ik zou zeggen, ga ermee spelen. Het werkt heel intuïtief. Je hebt het snel onder de knie en het wijst zich eigenlijk vanzelf. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor de aandacht en de tijd. En ik zwaai af en ik zie jullie volgende week dinsdag weer. En alvast een fijne hemelvaartsdag en een lang weekend hoop ik voor jullie allen. Ik ga er in ieder geval erg van genieten. Tot dan. Dag.